Ja, vrienden, hebben jullie ook zo genoten? Ja, van die Martijn en die Nicole in die Married at First Sight. Ja, ik had gezegd, ik ga er geen aandacht aan besteden verder meer. Maar ja, hey, hallo, heb je deze gezien? Dit keer? Ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Ja, daar moet ik iets over zeggen. Ja, dat kan gewoon niet anders. En ik had die Martijn, die had ik al genoemd, zit mijn haar wel goed. Wat zit mijn haar wel goed? Weet je wel, want hij had altijd zo'n vogelnestje en daar druk met gel en weet ik veel. En ja, elke spiegel, hoe, daar ging die weer. Zit mijn haar wel goed. En daar had ik al van gezegd dat hij valt in de afdeling niet vervelend, maar goed vervelend. Ja, daar konden we hem keurig bij schrijven. Onze zit mijn haar wel goed. Maar wat hebben we nu gezien, vrienden? Dus ik zei toen al van, ja, dat gaat niks worden tussen die twee. Maar we hebben gerekend buiten, zeg maar, die Nicole, bijgenaamd Facebeast. Want die is dan 47 jaar en die gaat dus nog steeds Facebeast doen op Ibiza. En goed, en die is dus wanhopig op zoek naar een man. Facebeast, ja. En, maar ja, wat hebben we nu gezien? Die Facebeast, die valt dan niet in de categorie goed vervelend, maar in de categorie behoorlijk vervelend. Ja, en als die elkaar treffen, ja, dan wordt het helemaal feest. Dus elk woord is te veel. Zijn alleen maar bezig met zinnetjes en gevoeligheden. En hebben de hele dag hebben ze daar ruzie over. Over, ja, jij hebt dit gezegd en jij hebt dat gedaan. En jij hebt dit en jij hebt dat. En het is natuurlijk niet te harde. Gewoon, nee, het is officieel niet te harde, die twee. Nee. Maar goed, hij is niks. Dat wisten we al. Maar met haar, vrienden, daar worden we ook niet vrolijk van. Nee, tegendeel. Want zij is ook een beetje zo'n zielepietje en zijn huilenbalkje. En voelt zich constant beledigd en zo. En het is werkelijk om te gillen van het lachen. Maar wat gebeurde er nou? Als de klap op de vuurpijl. Hij zei, ging de status in de auto. En toen zegt dus, zit mijn haar wel goed. Die zegt tegen Facebeast, die zegt, moet je horen, dit is helemaal niks tussen ons. Maar we spelen het spelletje nog gewoon even door. We maken er nog een paar vrolijke dagen van in Italië. En dan gaan we vrolijk naar huis en dan houden we het voor gezien. En toen begon een huilenbalkie. Ja, Facebeast, die begon weer, en die was beledigd en dit en dat. En toen werd, zeg maar, zit mijn haar wel goed. Die werd een beetje boos en die ging even te ver, die ging even schreeuwen tegen Facebeast. En toen besloot Facebeast, ja, oh, mijn camera die waait om, oh, ik hou hem vast, ja, zijn we nog. En toen zei Facebeast, ja, het waait hier een beetje hard, vrienden. En toen zei Facebeast, die trok, hup, aan de handrem, zo, woep, en die stapte uit. Ja, ik moet de camera even gewoon voor vasthouden. Ja, en die ging er vandoor, die ging lopen. En dat was het dan. En slaande ruzie. En nou ja, zover zijn we nu. Ja, en dan gaat het programma nog proberen de boel weer te lijmen, flauwekul. Je moet er gewoon verder vergeten. En ja, het is allemaal weer dik in orde ook, hè. Ja, ja. Nou goed, vrienden. Bij gebrek aan amusement op tv moeten we ons voorlopig maar even vermaken met Zit Maar Wel Goed en Facebeast.